Hoi allemaal, welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Kurt Nouwen en voor degenen die nieuw zijn, jullie kunnen je gratis abonneren. En vandaag ga ik iets klaarmaken, samen met mijn zus. We gaan een pizzataart maken met frituursnacks in en met een speciale honing mosterd dressing. Let's get started. De ingrediënten. Voor het deeg. 500, we gaan het deeg gaan we in de broodmachine maken. Dus wat heb je nodig? Een brood. Broodmachine natuurlijk. Het kan ook zonder, maar wij doen het nu met. Ja, dit is het broodmachine, hè, by the way. Broodmachine. Een weegschaal heb je nodig. 15 gram verse gist om te beginnen. Met broodmachine moet dat wel op een bepaalde manier gedaan worden. Ja. Met broodmachine moet de gist aan de ene kant en het zout aan de andere kant. 15 gram hebben nodig. Ja. En ik gebruik hiervoor verse gist, maar je kan ook gedroogde gist gebruiken. Dan 500 gram bloem. En ik heb hier speciaal pizza bloem voor. Ja. En dat gram moet erin zitten. Voor die paar gram meer of minder doet er dat niet zo veel op doen. Die mag je zo huppakee instellen. Kijk, ziet voor die paar gram. Het is op 500 gram, maar dat maakt niet zo heel veel uit. En dan 10 gram olijfolie, maar wij gebruiken geen olijfolie, maar walnootolie. Omdat wij, ja, ik vind dat lekkerder dan olijfolie. Ik vind dat net iets gemakkelijker. Als dat een klein beetje meer is. Die giet je er gewoon op. Tien gram zout. En remember, we hebben gisteren aan die kant gedaan, dus ook zout nu aan de andere kant. En suiker, maar al de rest van de ingrediënten maakt niet uit waar je ze doet, alleen gist en zout moet echt wel apart. Dus 10 gram suiker en dat er vanillestokjes in gestoken zodat je die niet mee hebt. En dan 280 gram water, maar gram, wat? Dat kan hier een draadje pakken. Zo. Tweetachtig en dan in de broodmachine. Zo. Dan dicht. Even op menu. Nummertje 20. Want je moet het alleen deeg hebben, niet bakken. Alleen deeg op nummertje 20 is dat bij ons. Dus wat wij. En dan. Dus wat wij nu hebben gemaakt. Allee, wat we bijeen hebben gekletst van de ingrediënten, dat is voor het pizzadeeg. Dus nu is hij aan het voorbereiden en nu gaan we iets anders. Nu gaan we de honey mustard dressing maken. Okay. Die kan je gerust op voorhand maken en in de ijskast zetten totdat je pizzadeeg klaar is. Voilà, dus dan gaan we die nu ook even voorbereiden. Oh ja, by the way, ik zal de ingrediënten wel allemaal in de beschrijving zetten, zodat jullie, als jullie dat eventueel ook willen maken, kunnen jullie het namaken. Voilà, nu gaan we eventjes de dressing nu maken. Ik ga
afgesloten vind ik uit de koelkast halen. Oké. Twee heel belangrijke dingen. Mosterd. Dus, ik begin, ik heb hier het recept opgeschreven voor één keer, maar ik ga het dubbel doen. Dus ik ga 200 ml olie nemen en ik ga dat hier in deze kom mengen met de garde. En ook weer, ik neem weer notenolie in plaats van olijfolie, vind ik persoonlijk lekker. Gewoon hoppakee in de pan. Dan 1 eetlepel mosterd, dubbel 2. En wat ik doe, is ik grijp even in de olie, zo, zodat de mosterd er makkelijk afglijdt. Even schudden met de mosterd. Dit is Dijon mosterd. Maar je kan eender welke mosterd gebruiken die dat je wilt. Oeps. Dat is 1. En dat is 2. En hoe groot zijn eigenlijk die lepels? Dat 15 is... milliliter. 15 milliliter. Ik misschien... weet niet of je het kunt zien. Jawel. 15 misschien, misschien is dat ook wel belangrijk als jullie ook die dressing willen maken van... 2 eetlepels mayonaise, dus dat betekent 4 in dit geval. Ja, we verdubbelen dat. Dat is juist. Amai. Dat is 1. Ik kan hem nog eens door de olie halen als je wilt. En 4. Ja, en mayonaise, dat kiezen we ook welke dat is. We hebben er nu met ei. Maar je mag met citroen pakken op als je wilt. Oké, de honing. Mag dat wij een, hebben mag... eender welke, als het maar goede lopende honing is. We hebben nu deze honing toevallig. Oké. En 2, 3. Dus begin met 4. We kunnen altijd een beetje bij doen, dat is naar smaak. En dan alles met de garde kloppen. Leg de meter nog niet te ver weg. Het lijkt echt alsof dat niet wilt mengen, maar toch. Dit blijft doormengen totdat je een dressing hebt. Wow, man. En ik gebruik nu een grote kom omdat het makkelijker vindt om te mengen. Ja, de honing dat is geheel naar smaak. Als je het zoeter wilt of je wilt het minder zoet. Dus ik heb hier nu 5 lepels honing bij. Nou, dat er kleine beetje klonters in zitten is niet zo erg. En dan terug goed doormengen. Hoe zoet of pikant dat je het wilt, kan je zelf zien. Je kan er altijd mosterd bij doen, of je kan zeggen van ja, ik doe er wat mayonaise bij. Ik doe er altijd ietsje meer honing bij. Ik ga daarna nog eens proeven. Ja, voor mij is het goed zo. Ja, de olie kan er niet weg. Oké, dus... dat was nu de dressing die Leni heeft gemaakt. Ik zou alle ingrediënten er ook in zetten en ook benodigdheden die je nodig hebt. Kunnen we nog één ding doen? Oké, en dat is? Frituursnacks kleiner snijden. Ah, oké.
beetje al. Ja. Deze. Dus de dressing is eigenlijk klaar. Moeten we er nog iets mee doen nu met die dressing of gewoon even laten rusten? In de ijskast zetten totdat er nog iets Oké, dus de deeg klaar is. Dus belangrijk, zet dat dan maar in de koelkast. In de nee, niet in de vriezer, in de koelkast, in de ijskast. Dus voilà, we hebben. Kijk hoeveel we hebben joh, in de koelkast. Dus we zetten het daar even neer. Mama? Ah, hier. En dit zijn onze frituursnacks. Beetje van alles en nog wat. Dus dat kun je kiezen, hè? Dat kan je inderdaad zelf kiezen. Je kunt een beetje kiezen wat je daarin wilt doen. Dus die moeten we nu blijkbaar kleiner snijden. By the way, we hebben die een dag voorraad in de ijskast gelegd. Dus ik denk dat dat wel een beetje belangrijk is als je die frituursnacks wilt gebruiken, toch? Ja, voor in de frituur hoeft het niet, maar voor in de pizza wel. Dat moet wel opvallend. Een beetje ontdooid zijn. Allee, koelkast ontdooid, zal ik het zo zeggen. En nu gaan we die frituursnacks kleiner snijden. En je kan echt een beetje kiezen van, tussen van alles eigenlijk. Ja, dit zijn nu per toeval twee verschillende soorten nuggets. Ik heb gekozen voor nuggets en frikandelletjes. Of gelijk als een Antwerpse curryworsten. Madame Minietjes. Zo. En het is een pizza taart, hè? Dus dat mag wel redelijk wat in, hoor. Want we gaan het in deze vorm steken. Het is een springvorm, die kun je gemakkelijk open doen. En ik heb ook mini Mexicaantjes. Of Mexicanos, sorry, Mexicanos. Ik heb er nu bewust van gekozen om geen bitterballen en zo in te doen. Om liever te steken met kruimelig paneermeel, zal ik zo zeggen. Dat heb ik bewust gedaan. En? Ja. Heeft dat echt een reden of niet? Ik vind voor het bakken heeft dat een reden, want deze dingen bakken makkelijker dan die met paneermeel rond. Oké. Zo, dan gaan we deze frituursnacks in kleine stukjes snijden. Ja, dus wij gebruiken hier een scherp mes voor, maar je kan ook een ander mes gebruiken. Dus ongeveer in 3, zoiets. Bite size. Ja. En als die kleiner zijn, dan mogen we die terug in de koelkast. Ah, dus die moeten terug in de koelkast als je die kleiner gesneden hebt. Als je werk voorhand doet, dan moet je achteraf niet haasten. Voorbereiding is het halve werk. Voilà, dus ik zal even helpen snijden. En dan zien we je zo dadelijk terug. Voilà, dus we hebben die nu in kleine stukjes gesneden, zoals je ziet. Zo ziet het er ongeveer goed uit. En dan mag je dat nu in de koelkast. Tot de pizza die klaar is. Het zijn frituursnacks, maar die gaan we niet frituren. Zo, en nu moeten we gewoon nog wachten tot dat echt klaar is. Oké, dus je ziet ons zo dadelijk wel terug. Ik weet precies niet meer wat ik moet zeggen, oh my god. Dus het pizzadeeg moet nu nog rijzen. En daarna, als het pizzadeeg klaar is, dan kunnen we verder doen. Dus voilà. Oké, we zijn ondertussen terug. De oven is aan het voorverwarmen op 220 graden, boven- en onderwarmte. Oké, ça va. We hebben ondertussen ook... Ik heb de dressing terug uit de ijskast gehaald. Ja. Het deeg is gemaakt in de machine. Zie, is mooi gerezen. Ja. Maar de dressing moet je wel nog eens beetje mengen. Of een beetje mengen, ja. Beetje mengen. Maar dat is normaal. Oh, die doet kei lekker, die dressing. Oké, ik heb hier een vorm klaar liggen, springvorm, losse bodem en ik ga er bakspray in doen.
En daar mag heel veel in. Zodat je ook de randen mee hebt. Ik heb een klein beetje bloem voor de pizza uit te rollen. Maakt dat uit welke bloem? Als het maar gewone witte bloem is, dus oké. Niet te veel bloem. En hetgeen dat je over hebt op je hand, kan je zo op je op de roller, op de deegrol, ja. Dan kan het eruit. Oh ja, het deeg heeft meer dan een uur in de broodmachine gezeten. De broodmachine kneedt en rijst voor u. Ja. U kan het ook met de hand maken hoor, maar met de broodmachine ben ik nu net iets gemakkelijker. Ja, en tijdbesparend denk ik. En tijdbesparend, want met de hand ben je 3-4 uur kwijt. Amai, dat is wel lang. Oké, terwijl met het broodmachine dat maar een uur en een half ongeveer duurde. Dat is ook veel tijd. 2 uur ongeveer. Ja, oké, 2 uur. Maar dan kan je ondertussen wel makkelijker andere dingen voorbereiden. Ja, dat is ook waar. Dus het deeg zit nu op de serviceplaat, of hoe noem je dat? Op de plaat. Ik ga een heel klein beetje besprenkelen. Besprenkelen bovenop en een beetje zo. Oké. En dan gaan we de deeg uitrollen. Zo dun mogelijk uitrollen. Probeer de deeg zo dun mogelijk uit te rollen. Tenzij je een dikke bodem wilt hebben, dan mag het wat dikker. En ik maak hem nu dun en groot, expres, want ik wil er een rastertje op hebben. En dat rastertje, dat zal je zelfs zien wat ik daarmee bedoel. Dat rastertje. Dus, je meet, je moet sowieso altijd groter hebben dan, sowieso altijd groter hebben dan je vorm, want anders ga je niet uitkomen. En dan. Als dat zo komt, is dat niet zo heel erg, maar probeer toch het meeste van het deeg mooi in de randjes te duwen. Zo. Ik heb nu een scherp mesje gepakt. Wees er voorzichtig mee. Ja, ik snijd de buitenkant er vanaf. Ja. En zelfs kunnen we een klein beetje aanduwen. Dit gaan we niet weggooien. We kunnen terug een bolletje van maken. Klein beetje bloem. Hierop weer.
dat was de oven. Terug rollen. Want zoals je ziet, het is wat ingezakt. Maar dat maakt niet uit. Ik ga in dunne reepjes snijden. En dan probeer ik toch nog voor te zorgen dat de pizzataart een mooie rand heeft. Dat kan je ook doen, hè? Anders heb je een gewone pizza en geen pizzataart, hè? Beter opgelaten. Denk ik het beter beetje bij beetje doen. Dan. En dan kan ik nog een stukje pakken. Oké, ik ben hier wel best wel tevreden mee. Dit hebben we nog over, maar daar gaan we nog iets mee doen. Dat komt strakjes. Nu ga ik deze in de buurt zetten. Nog eens yoghurt opmengen. Dan deze erin zetten. Voilà, alles zit erin van het vlees. Ziet er goed uit alles zit er al. Maar ja, ja. En dan hè? Dan die dressing erover. Alles mag erin. En nu gaan we ons raster maken. Dat mag wel heel breed zijn. Daar heb ik dit apparaatje voor. En ik weet niet of je het ziet, maar daar zitten kleine gleufjes in telkens. Wacht, focus. Zie je die kleine... Kleine gleufjes in. Je ziet het wel, denk ik. Dus weer hetzelfde. Besprenkelen. Deeg erop. Zo, pas op, hè. Pas op, hè. En nu komt de magie. We hebben ons toestelletje. Je ziet dat je heel mooi drukt. Oh, wat een leuk effect heeft dat nu al. Dan kun je als je wilt je overige zijkantjes wegdoen. En dan trek je dat mooi open. Help je eventjes mee? Ja. Ja, doe maar. 3. 2, 1. Jij meer naar achter. Naar achter, uw achter, ja. Sorry. Wauw, mensen. Oh my god, ziet dat af. Zo ziet dat er wel echt uit. Als een echte taart. Haha. Eigenlijk ziet dat er meer uit als een taart dan een pizza. En ik duw de kleine eindjes zo... Naar binnen toe. Nee, niet naar binnen. Op het deeg. Op het overige deeg duw ik het. Ah, ja.
Maar eigenlijk ziet dat er toch meer uit als een taart dan als een pizza. Ja, dat was ook de bedoeling. En met de restjes kan je, als je wilt, een figuurtje maken of zo. Want dat is veel om weg te gooien, hoor. Ik ga het papiertje in de oven doen. Oké. Okay. In het midden van de oven. Dus de oven, ik wel aan de kant. Vergeet niet, de oven hebben we op 220 graden. Ik is ook echt volledig aan de kant moeten, want ik kan het echt anders niet aan. En als je denkt, ja, het midden is niet goed, dan zet je hem eentje lager. En let op achteraf, wel handschoenen aan doen hoor. Want het is warm ook. Ja, best wel hè. Het lijkt me heel logisch om handschoenen minuten aan te doen. Oké, okay, dus 15 minuten. Nog steeds op 220 graden boven- en onderwarmte. En dan even wachten tot de taart klaar is. Of de pizza, zal ik het maar zo zeggen. Dus ja, ik denk dat de taart slash pizza, ik zal het even zo noemen, als het klaar is, nog even laten rusten. En daarna kan je het nog altijd opwarmen. Dus voilà, tot zo. Voilà, de oven is klaar. Ik ga met een tandenstoker checken of dat het gaar genoeg is. Maar ik denk het wel. Oh, ja. Voorzichtig. Ja, altijd voorzichtig blijven. Ziet er goed uit. Ja, die is klaar. Altijd handschoenen pakken, jongens en meisjes. Wauw, wat een resultaat. Oven uitzetten. De taart was eigenlijk, of de pizza, dus noemt hoe het valt. Voor mij is het dan zo. Sorry voor het lawaai. De taart of de pizza, noem hoe het valt, ziet er heel lekker uit. We hebben die nog 5 minuutjes extra opgewarmd. Hangt van oven tot oven af. Hangt van oven tot oven af. We hadden eerst op 15 minuten opgewarmd, maar die was nog niet klaar. Dus hadden we 5 minuten extra gedaan en nu ziet het er heel erg lekker uit. Dat is er best nog één stap dat we moeten doen. Is het ontvormen. Maar dat is wel een hele moeilijke, want deze is heel warm. Maar kijk, het gaat. Rechtuit als een taart. Heel mooi. Oh, het drupt wel, maar dat is normaal, dat is van het vet. Vet is van de saus. Of van de saus, ja. Oeh ja. Hey. Maar kijk. Dat kuisen we straks wel op. Zie hoe lekker dat eruit ziet. Laat het nog maar hier even zitten. Ik ga dit er terug rond doen. En blijkbaar kun je, als je dat wilt, er nog extra kaas op doen. Voor degenen die dat graag willen. Dat maakt het als een echte. Zo, nu weet je hoe je de pizzataart met frituursnacks en honey mustard dressing moet maken. Nogmaals, ik zet de ingrediënten in de beschrijving, zodat jullie alles nog kunnen volgen als jullie dat graag willen. Zo, voilà, dat was het denk ik voor de video. Vonden jullie de video leuk? Vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog te geven. Abonneren is hier nog altijd gratis, voor degenen die dat nog niet hebben gedaan. En als jullie een video hebben gemist... Dus als jullie een video hebben gemist, kunnen jullie hier klikken of daar klikken. Ding, 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 ding. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Bye, bye.